Het voelde alsof mijn ingewanden eruit werden gerukt. Zo kan ik de pijn in mijn buik het beste omschrijven. Ik was 8 jaar en de constante pijn veranderde me in een stil en teruggetrokken meisje. Ik had geen zin meer om met mijn vriendinnetjes te spelen en zag op tegen elke maaltijd. Maar het allerergste was dat niemand mij geloofde. Mijn moeder zei dat ik gezonder moest eten en me niet zo'n zorgen moest maken over school. Maar dat was het helemaal niet. Ik had gewoon elke dag last en er zat niets anders op dan de pijn te verbijten als ik weer een aanval had. Op mijn 12e werd ik voor het eerst ongesteld. Mijn nieuwsgierigheid maakte plaats voor angst toen ik last kreeg van een branderig gevoel bij het plassen en bloedstolsel zag in mijn urine. Mijn moeder zei dat het normaal was dat dit soort dingen gebeurde bij je eerste menstruatie. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. De zeurende pijn in mijn rug hield aan en ik had ook last van een rare kleur afscheiding. Mijn vader bracht me naar de huisarts en die dacht dat ik een nierontsteking had en stuurde me door naar het ziekenhuis. Daar constateerden ze een urineweginfectie. Ik vertelde de arts dat ik al sinds mijn 8e klachten had, maar ik had niet de indruk dat hij mijn klachten serieus nam. Ze gaven me verschillende medicijnen mee, maar die hielpen niet. Ook toen ze andere medicijnen voorschreven, verbeterde er niets. Ik ging regelmatig op controle, maar nog steeds was er niemand die me kon vertellen wat er met me aan de hand was. Er werd besloten om een bekkenonderzoek te doen. En dat was geen pretje. Man, het leek wel alsof mijn lichaam in tweeën werd gespleten. Waarom deed het zo'n zeer? Zou het komen omdat ik nog maagd was? Zonder een duidelijke diagnose werd ik naar huis gestuurd. Ik voelde me hulpeloos. 2 weken later werd er een MRI gemaakt en meerdere scans. Ook kreeg ik een uitvoerig bloedonderzoek. Weer werd er niets gevonden en bleef de pijn. Zo ging het 2 jaar door. Ik ging regelmatig op controle, maar elke keer ging ik zonder diagnose naar huis. Om de pijn te onderdrukken, begon ik middelen te slikken waar ik beter niet aan had kunnen beginnen. Op een dag vond iemand mij half bewusteloos in het park. Ik was volkomen de weg kwijt en reageerde helemaal nergens meer op. Het enige dat ik er nog van weet, is dat ik op een brancard naar het ziekenhuis werd afgevoerd. In de ziekenauto sloeg de paniek toe. Ik schreeuwde en sloeg wild om me heen. De verpleegkundige had geen andere keuze dan me vast te binden. In het ziekenhuis werd ik van top tot teen onderzocht, maar weer konden ze niets vinden. Ik moest allerlei testjes doen en had een paar gesprekken met een psycholoog. Ze kwamen tot de conclusie dat ik bipolair was. Weer kreeg ik nieuwe medicijnen, maar ik was zo gefrustreerd dat ik ze allemaal door de wc spoelde. Tegen de psycholoog zei ik dat alles goed met me was en hij geloofde het. Maar de waarheid was dat het alleen maar slechter met me ging. Na een maand werd mijn behandeling stopgezet en mocht ik naar huis. Ik wilde niet terug naar mijn oude school, omdat iedereen me daar zag als een aansteller. Zelfs de docenten geloofden me niet meer. Op mijn nieuwe school was het precies hetzelfde liedje. De decaan noemde me lastig en de gymleraar noemde me in het bijzijn van de hele klas een loser, toen ik zei dat ik niet in staat was om een rondje rond het veld te rennen. Het gevolg was dat iedereen op het schoolplein me links liet liggen. Uiteindelijk was het mijn moeder die me meenam naar een gynaecoloog. Zij kwam tot de conclusie dat ik last had van cysten op mijn nieren en een blaaspijnsyndroom. Een chronische aandoening van de urineblaas. Eindelijk was er een diagnose die leek te kloppen. Maar ook deze keer bleken de voorgeschreven medicijnen niet te werken. Ik was zo teleurgesteld dat ik besloot om met alle medicatie te stoppen. Het enige dat ze deden was me nog zieker maken. 1 jaar lang veranderde er niets. Ik was veel op mezelf en verbeet de pijn. Ik was net 19 geworden toen ik op social media over een aandoening las die endometriose heet. Endometriose is een chronische ziekte waarbij het weefsel dat normaal gesproken de binnenkant van de baarmoeder bekleedt, op plaatsen buiten de baarmoeder groeit. Dit kan ernstige menstruatiepijn veroorzaken en chronische pijn in de onderbuik. Was dit het antwoord op mijn jarenlange speurtocht naar de vreselijke krampen die me elke dag teisterden? Ik ontdekte dat niercysten en een blaaspijnsyndroom elkaar kunnen versterken. Op Facebook meldde ik me aan bij een groep vrouwen die dezelfde klachten hadden als ik. Alle symptomen bleken te kloppen. Endometriose kan ieder moment van de dag toeslaan, zomaar uit het niets.
Ik wist zeker dat dit de oorzaak was van alle ellende en maakte een afspraak met een andere gynaecoloog. Zij besloot een kijkoperatie in mijn buikholte uit te voeren en schreef een anticonceptiepil voor om de pijn te verminderen. 23 mei 2019. Dit ben ik, 20 jaar oud en officieel gediagnosticeerd met fase 1 endometriose. Ik heb medicijnen gekregen om een vroege menopauze te forceren, zodat de symptomen worden onderdrukt. Ik ben nu in goede handen, maar ben erg teleurgesteld over hoe ik heen en weer ben geslingerd van dokter naar dokter en de verloren tijd die ten koste is gegaan van mijn gezondheid. Vanwege endometriose heb ik een verhoogd risico op onvruchtbaarheid, hart- en vaatziekten en kwaadaardige tumoren. Ik moet mezelf goed in de gaten houden en me direct melden wanneer ik iets raars ontdek. Endometriose komt vaker voor dan je denkt. Gemiddeld 1 op de 10 vrouwen heeft daarmee te maken. Het is vaak moeilijk om de diagnose te stellen, omdat er verschillende klachten kunnen zijn die niet altijd duidelijk zijn. De tijd tot aan een diagnose kan soms langer duren dan 10 jaar. Ik heb geleerd dat je nooit moet opgeven. Ook als er wordt gezegd dat je niets mankeert of dat je je aanstelt. Niemand kent zijn eigen lichaam beter dan jijzelf. Vertrouw daarop. Van liegen en pijn te verzwijgen wordt niemand beter. Je gezondheid is het allerbelangrijkste.